We zijn bij Aswete Senderlo en we hebben hier in de Griffel een avond rond armoede. Meer bepaald Leven in de Krabbenmand, een monoloog van Marleen Merks. En we willen dit jaar met ACW ook armoede in de kijker zetten. Een heel belangrijk thema. Tot 10% van de bevolking, dus ook de Looienaarden, dus ook de mensen van de Senderlo, leven in armoede. En we willen daar iets aan doen. En daardoor plaatsen we dit jaar armoede op de agenda. Vandaag de dag moet het toch niet soft zijn. Achter moet komen. Zeker niet akkoord dat er kinderbroek geschud zijn. Leven in een krabbenmand gaat over eigenlijk generatiearmoede. Het is het verhaal van Emily Winkelmans die een beetje haar leven vertelt. Hoe dat ze als jong meisje in armoede heeft geleefd. Later vaak op de verkeerde mannen is gevallen, waar dat ze slaag van kreeg en zo. Iemand die aan de drugs was en op die manier ook in de armoede is blijven zitten. En verwoede pogingen heeft gedaan om eruit te geraken. Emily! Pap! Zo, ik die van Frans was niet hier, hè. En ik dan zo, hè. Moest troosten zo, hè. Waar de vogeltjes slapen? We hebben via ACW Limburg die monologen doorgekregen en die is goed bestudeerd en het is een heel sterk stuk wat ze brengt. En iedereen kent Marleen Merks ook natuurlijk als Simonneke van thuis. En daardoor zien we dat toch wel succes heeft. We hebben een vol huis vandaag. Zeg, ik versta dat vaderlijk niet. Hè. We hebben jarenlang op de wachtlijst gestaan voor een sociaal woning. En dat is bij ons nooit gelukt. Nooit, hè? Alleen dan nog niet, hè? Gelukkig had dat toen de madame van de notaris dat geregeld. Dat we daar in dat huis in de Kerkstraat terecht komen. Er is een boek, hè? Ik ben iemand niemand van Guy Delay en Lieven de Pril. En dat boek is gebaseerd dus op dat waar gebeurde verhaal van die Emily Winkelmans. En toen heeft er iemand mij gevraagd of dat ik geïnteresseerd zou zijn, mocht er een monoloog geschreven worden van het boek, of dat ik geïnteresseerd zou zijn om die monoloog te spelen. En ik heb ja gezegd eigenlijk op basis van het boek. Ik heb het boek gelezen en ik vond dat een zeer interessant boek. Ik heb dat natuurlijk ook theatraal bekeken. Dat zat zo boordevol emoties dat ik dacht, ja, hier kan ik iets mee doen. En dan Guy Bernard heeft dan die monoloog geschreven en toen waren we vertrokken. Hier, deze, hier, dat is echt niet van tegen de deur te lopen, hè. Doe nog altijd zier, hè. Met zo'n avond willen we bereiken dat de mensen gaan nadenken. Dat ze over het thema armoede gaan nadenken. En dat ze weten dat het niet zo ver van ons bed is. En dat we samen kunnen denken over oplossingen om in de gemeente, maar ook in Limburg en in Vlaanderen, te werken aan een beter en efficiënt armoedebeleid.